Met de feestdagen in het vooruitzicht zijn cadeautjes onder de kerstboom niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Om ervoor te zorgen dat kinderen van ouders met een smalle beurs ook een kerstcadeautje kunnen krijgen, organiseert Link 050 dit jaar voor de vijfde keer een speelgoedactie. Link 050 helpt mensen aan vrijwilligerswerk en participatiebanen. Met de speelgoedactie willen ze ervoor zorgen dat iedereen een fijne kerst heeft. Het is een groot succes en uh, ja, mensen die hier binnenkomen, ouders, uh, maar ook opa's en oma's komen langs en uh, kunnen een pakje halen voor hun kinderen of kleinkinderen onder de kerstboom. De actie is tot stand gekomen in samenwerking met de Groningen Voedselbank, Enexis, Albert Heijn en IKEA. Wij hebben speelgoed uh, ja, ontvangen die hebben we gedoneerd gekregen van uh, particulieren, maar ook bedrijven. Wat heel mooi is, is dat we een donatie hebben gekregen, mogen ontvangen van Fonds Goed Idee. En hierdoor konden we ook echt nieuwe cadeautjes kopen voor de speelgoedactie. De actie is een groot succes en de kans is groot dat er volgend jaar weer een volgt.